ongeveer tussen mijn 7e en mijn 11e ontwikkelde dat. Ik was altijd bezig met tekenen en ook kleding en wat ik mooi vond en noem maar op. En toen wist ik eigenlijk al wel van, nou ja, ik wil ontwerpster worden. Toen ben ik zo begonnen met eerst winkeltje in Leiden. En ik kreeg wel gelijk pers in Leiden, want ze hadden zoiets van wauw en hoe leuk en dit en dat is dus een zoon. Toen ging ik een show geven daar. En toen dacht ik, ja, ik moet nou toch wel eens een show geven in Amsterdam. Monique Collignon, een begrip in de haute couture. Met een verfijnde smaak en creativiteit kleedt zij bekende Nederlanders en internationale sterren. Zitten de media, zit daar toch wel grotendeels, de modellenbureaus, et cetera. En toen ben ik naar de Van Baarlestraat gegaan. En daar heb ik uiteindelijk 11 jaar gezeten en dat was een heel mooi begin, heel bijzonder. Onlangs was Monique terug in Rotterdam voor haar eerste pop-up shop. Nou, dit is de Pure collectie en dat is een concept van, ik geloof namelijk niet meer in een collectie ontwerpen in één keer de markt, dus een zomer- en wintercollectie. Ik geloof in een doorlopend iets, doorlopend verhaal. Vind ik ook meer duurzaam, kleinere producties, veel Europa-producties, niet alleen maar in het Verre Oosten. Laat ik bijvoorbeeld stof maken in Italië, produceren we daar ook het kledingstuk. En dat heet de Pure collectie en dat is een ready-to-wear, een prêt-à-porter collectie, een iets hoger segment. In het verleden zijn een paar stukken van haar collectie in het Amsterdamse Museum en het Haagse Gemeentemuseum opgenomen. Nu is Rotterdam aan de beurt. Wordt dit ook een expositieruimte? Nou, Monique, welkom in Dankjewel. Het Wereldmuseum. Ja. We zijn op dit moment, zoals je ziet, aan het verbouwen. Het hele pand wordt weer optimaal klaargemaakt en in medio 2019 zijn we weer geopend. En dan heten we je weer van harte welkom. Nou, dankjewel. Ik vind het fantastisch dat ik vandaag al even zo'n sneak peek kan krijgen. Want het is natuurlijk zo'n prachtig museum. Ja. Het is een stukje buitenland bijna in Rotterdam. Waarom zijn we hier? Ja, dat is wel heel speciaal, want ik loop al langer met een idee van een tentoonstelling over onder andere gerecycled plastic, maar eigenlijk alles wat met het milieu te maken heeft en dan tot kleding, hè, kleding te maken. En daarom zijn we ook hier, omdat het natuurlijk fantastisch lijkt voor mij om zo'n eerste expositie in Rotterdam te houden. En als dat hier zou kunnen in dit waanzinnige wereldmuseum, ja niet IC More, weet je. Ik bedoel, dan zijn we al over de grens bezig eigenlijk. Hè? Hup, de haven en we varen zo uit met de hele tentoonstelling naar een volgend museum. En heel leuk om zo'n expositie natuurlijk ook te maken om ook de jeugd te inspireren en te laten zien van wat allemaal mogelijk is en hun ook al erbij te betrekken. Ja, dat ze niet alleen maar denken van oh, het is een stofje of een ontwerpje of wat dan ook. Het zijn ambachten, er moet over nagedacht worden. En dat is heel mooi om door middel van een expositie, niet alleen kledingstukken, tekeningen, maar de hele eigenlijk bewustwording te laten zien.